Goed, vandaag in de spotlight. Liedewij Welten. Liedewij, allereerst, hoe vond je vandaag alle sfeer en activiteit rondom jouw verkiezing? Speelster van de wereld. Sowieso de hele sfeer vandaag op de club vond ik helemaal top. Het was echt gaaf met de opening, het nieuwe stadion, veel mensen en goede speaker. Oh, zo. Sympathiek. Nee, maar het was gewoon een leuke sfeer, het zonnetje scheen. Dus het, nou, wij hadden ook een hele goede nummer 18. Maar, maar goed, maar het is natuurlijk wel heel leuk dat, dat zeg maar zoveel speelsters van Den Bosch uiteindelijk ja, dat goud hebben behaald in het zadel. En jij hebt dan zo'n geweldige titel behaald. Ja. Als tweede Bosse speelster, hè? Achter elkaar. Ja, maar achter elkaar. Ja, achter elkaar. Ja. Nee, ja. Ook niet. Nee? Jawel, toch? Vorig jaar was Eloog. Oh! Ja. Het Amsterdam ertussen. Maar... maar goed, korte vierde tijd. Vierde in de rij. Hupsakee. En vandaag was het een beetje struggle. Hoe heb ja. jij het ervaren? Vandaag ik denk voor de kijkers thuis. SCAC, 1-1. Ja. Ik denk uiteindelijk dat wij het beste veldspel en kans hebben gehad. Maar ja, als je ze niet maakt, dan is een gelijkspel gewoon terecht. En ja, we stonden gewoon goed te spelen en het belooft gewoon veel voor de play-offs. Ja. Dus daar ben ik vooral blij mee met het spel en dat iedereen goed stond te spelen. En die kansen die gaan we wel maken. En dat de jeugd zich snel aanpast. Ja, super. Die deed het echt onwijs goed vandaag. En ja, je ziet ze ook echt groeien in het seizoen. Dus de vorige keer op SSC hadden we gelijk gespeeld, waren ze eigenlijk net iets beter. Maar ja, je ziet ze groeien in het seizoen en je ziet gewoon hoe ja, we stonden gewoon goed te spelen vandaag. Wat voor rol hebben jullie nou, hè? Dan zeg ik jullie, de ervarenere speelsters op die jeugd? Want ze ontwikkelen zich heel snel. Nou ja, we trainen gewoon hier altijd op een heel hoog niveau. Dus ik denk dat daarmee, en ja, natuurlijk proberen ze met dingen te helpen en dat soort dingen. Maar ik denk uiteindelijk, wij trainen gewoon altijd hard en goed. En ja, daar gaan de jonkies gewoon, die zie je ook echt stappen maken. Ja. Nou, reuze blij zijn we met jullie inbreng. Dank in ieder geval voor jouw tijd om even ons te woord staan voor Club Den Bosch TV. AC Den Bosch TV. Even tot slot, wat ga je nog vandaag doen? Gaan jullie met z'n allen nog even vieren dat je niet verloren hebt? Nee, ik ga lekker. Ik heb een afspraak met de bank. Dus mijn beentjes gaan omhoog en morgen weer melden bij Nederland zelf. Ik dacht even dat het verkapte reclame was, maar... Oh. Dankjewel in ieder geval, Liedewij. En succes, hè, komende wedstrijden nog. Goed, dankjewel voor het kijken naar deze In de Spotlight. Vandaag hadden we de beste speelster van de wereld, Liedewij Welten. Ik zie je de volgende keer weer snel. Hoi.